Ilona, je wint Zeewolde van begin tot eind helemaal alleen aan kop. Hoe ging het? Het zwemmen ging wel goed. Met fietsen was heel zwaar, want er stond heel veel wind. En lopen heb ik gewoon constant gelopen, dus dat was prima race. Koud water hoor ik veel triatleten zeggen. Had jij er ook last van? Ja, het was heel koud en één stuk stond er wind van de zijkant. Dat was al lastig, maar ik zwom helemaal alleen, dus ik had last van niemand, dus dat scheelt. Ja, en dan het fietsen doe je ook helemaal alleen. Veel wind op de dijk, vooral van de zijkant geloof ik. Zwaar of valt het mee? Het fietsen was wel zwaar, omdat de mannen die voorbij kwamen, die enkeling, die reden veel harder dan mij. Dus ik heb echt helemaal alleen moeten doen, maar het is goede training. Een goede training zeg je, dat vind ik best wel mooie woorden. Zeker als je ziet dat je 8e overal wordt. Het is echt een hele goede prestatie, toch? Ja, maar dit soort wedstrijden, dat is meer trainen dan dat ik echt moet pieken hier. Ja, waar wil jij wel pieken dit seizoen? In september bij het WK halve triathlon. Wat verwacht je daarvan? Hoe is jouw vorm nu bijvoorbeeld? Dat is pas in september, dus dat moet ik dan zien. Maar ik ben op goede weg, dus ik ben benieuwd. Ja, heb je nog andere wedstrijden op de planning staan voordat je dus naar dat WK gaat? Nog niet vaststaan, maar er komen vast nog wel wat wedstrijdjes tussen. Is dit dan, ja, je noemt het net al, je zegt dit is eigenlijk een soort training. Ga je dan wel maximaal of hou je ook nog enigszins in bij dit soort wedstrijden? Het was wel de bedoeling om gewoon max te gaan, maar het lopen wou ik gewoon een constante race lopen. Dus ik heb me niet over de kop gelopen. Volgens mij kun je dan alleen maar tevreden zijn vandaag, toch? Zeker weten.